Negers! Culturele zuivering. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Allemaal in de nasleep van het racisme-debat in Amerika. Wat er vanuit Amerika ook een beetje komt overwaaien, is identiteitspolitiek. Ik zie niet graag standbeelden van Leopold II. Blijf proberen. Ik zit hier omdat ik een mening heb. Ik heb eigenlijk gemerkt dat we in een samenleving leven. En hommage à ceux qui ont porté la civilisation au Congo. No. Hoe komt het dat dit verhaal nu inderdaad zoveel mensen beroert? Omdat we alle namen meer zijn. Voor de politievakbond is de maat vol. Het is goed dat er een klote gaat geven. Ja, duidelijk. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. De weinig bekende, maar matig populaire scheidshow. Dit wordt de laatste aflevering van het schooljaar 1920. En het wordt weer een klepper van formaat. Kleonasme of tautologie? We beginnen vandaag met racisme, het favoriete onderwerp van YouTube. Laatst kregen we de melding dat de thumbnail van een oude video verwijderd werd. Om God weet welke reden. Community guidelines of zoiets. Het desbetreffende printje zat vol schunnigheden. En gezien ik niemand wil kwetsen met Photoshop, deed ik even aan autocensuur. Maar ook dit printje werd afgekeurd. Drie rechte scheepswerf, zo luidt het gezegde. Dus ik deed een laatste poging. En helaas werd ook dit printje afgekeurd. Weinig geamuseerd en lichtjes gefrustreerd verving ik de thumbnail door een beeld waar YouTube zeker geen problemen mee heeft. En dit pronkt nog steeds op YouTube. We dienen dus een trigger warning te geven. Ik ga over ras spreken. Ik ga genuanceerd blijven en ik zal zeker niet het woord negers in de mond nemen. Als je dit niet grappig vond, geef nu een dislike, zoek Finger Family op en klik op autoplay. Heb je toch wat moeten gniffelen? Proficiat, jij bent mijn favoriete kijker. Deze keer hoeven we niet te beginnen met internationaal nieuws, want het Amerikaans gedoe heeft een trein tot Brussel genomen en NBS had een week of twee vertraging. De dood van George Floyd in Amerika was ook aanleiding voor de antiracismebetoging van zondag hier in Brussel. De heldhaftige strijders voor vrijheid en gelijkheid trokken eerst naar de Place Royale, want ze waren hun stenen thuis vergeten. Pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi? Maintenant? Geen enkele etalage bleek te sterk. Ook in de Waterloolaan, waar luxe boutiques werden leeggeroofd. En ook de blauwe robocops moesten het onderspit delven tegen de keikoppen. We hebben daarnaast ook aanzienlijk wat voertuigen die beschadigd zijn. Antifa deed hun ding en dat deden ze naar alle verwachtingen. Het zijn gewelddadige klootzakjes die een goede zaak kapen om hun autoritair gedachtegoed te promoten. Na de Gilets jaunes kapen ze ditmaal het protest tegen racisme. Dus als je hier iets op tegen hebt, dan ben je een racist. Zijn er nog vragen? Wie zijn ze? Waar kwamen ze vandaan? En waarom deden ze wat ze deden? Ik heb niet goed opgelet, Tine. Het was Antifa, de antifascisten. Volgens hen zijn de flikken en de winkels fascisten. Volgens hen is heel de wereld fascistisch. Maar je bent niet de enige die nog met vragen zit. Want dit verderfelijk schouwspel heeft nare gevolgen. In het vervolg gaat de Nationale Veiligheidsraad beslissen of zo'n manifestatie mag doorgaan. Proficiat, Antifa. Uw antisociaal gedrag zal de wedergeboorte van het fascisme betekenen. Deze inheemse aanval kwam er dus als protest tegen racisme. Gelijk in Amerika, dat land aan de andere kant van de wereld, vol afgewezen en uitgeweken Europeers. Maar is het nu echt nodig om ons te verlagen tot dit soort redneck-toestanden? Volgens Sandrine wel. Ik vind dat belangrijk, omdat er wel parallellen zijn tussen de Verenigde Staten en België. Volgens Asita daarentegen is zo'n groot probleem niet. Als iemand nu naar buiten gaat, aangereden wordt, komt er een ambulance, je belandt in een ziekenhuis, niemand gaat vragen wat je kleur is, niemand gaat vragen wat je creditcard is. Dit was de zevende dag, waar Sandrine en Asita ons eindelijk gingen
gingen uitleggen wat het racismeprobleem nu eigenlijk is. Tenminste, moest Sandrine even haar boog ontspannen. Maar ik had een vraagje voor mevrouw Assita in verband met haar partijgenoot Theo Franke. Dan zou Assita haar schild kunnen omlaag doen. Ik denk dat u eigenlijk uw vraag aan Theo Franke moet stellen, want ik ben Assita Kanko. Er was nog een derde deelnemer. Hij bleek heel onduidelijk. Wij hebben allemaal ons persoonlijk verhaal. En ik denk dat deze belangrijk is en ik herken die. Maar deze is, denk ik, gaat overstijgt onze persoonlijke ervaringen. Als uw persoonlijke ervaringen er niet toe doen, waarom zit je daar dan? Goed, deze bleekscheet zal het u uitleggen. Racisme bestaat er in veel vormen. Voor eerst is er de banale onvriendelijkheid. Of dat nu het N-woord is die tegen mij wordt gebruikt, of mij wordt gevraagd of dat ik samen met mijn ouders met de boot naar België ben gekomen. Daar gaat niemand van dood, maar het doet wel pijn. En racisme meemaken is altijd een moment waarop dat je voelt dat er op je ziel getrapt wordt. Stokken en stenen breken mijn benen. Want de wetenschap heeft nog altijd niet kunnen aantonen waar de ziel juist zit. En ik vermoed dat dit soort racisme gaat verdwijnen samen met de boomers. Er zijn amper racisten binnen mijn generatie. Ten tweede is er het vermeende structurele racisme. Op de werkvloer betekent dat dit. Dat alle bedrijfsleiders en alle bazen die mensen willen aanwerven per se racistisch zijn. Vooral duidelijkheid, Assita gelooft dit niet, maar Sandrine wel. Wanneer ik word gecontacteerd voor jobs, gaat het altijd om de klantendienst en dergelijke. En ik vind dat jammer en ik stel mezelf dan de vraag. Dus onder uw diploma-niveau? Ja, onder mijn niveau. Onder uw niveau, zegt je. Jij lijkt mij toch geen kernfysicus. Ik heb een bachelor internationaal ondernemen. Kunt u daar iets mee doen? Internationaal ondernemen is een eufemisme voor bedrijfsbeheer. Daarmee kunnen bedrijf starten. Maar dat wil ze niet. Ze wil aangeworven worden door een bestaand bedrijf. En dat lukt niet. Door wat komt het juist? Komt het door mijn huidskleur? Komt het door mijn vreemde naam? Ik vind Sandrine niet zo'n vreemde naam. Ligt het dan aan Sandrine zelf dat ze geen job vindt? Vrees van wel. Het meisje kan amper twee woorden aan elkaar breien. Excuseer. Ten derde is racisme ook een filologisch probleem. Zwart en wit, zoals we dat dan tegenwoordig noemen. Blanke mensen bestaan niet meer volgens de Reierslaan. Het zijn nu witte mensen, maar dat is er moeilijk uit te krijgen. Blank en zwart. En sommige mensen geraken helemaal verward. Van wit tot donkerbruin. Mijn tandarts vroeg mij laatst of ze het woord... Negers! ...nog mag gebruiken. Ik antwoordde... En nadat ik mijn mond gespoeld had, stond ik haar te woord. Ik ben een kind van de jaren 90. Ik heb dit geleerd. Maar toen wees ze mij erop dat zelfs een erg donkere huid niet zwart is. Zwart kan trouwens ook agressief klinken. Jacques? Zwarte! Wat een acteur. Negers! Maar het antwoord is nog steeds niet duidelijk. Dus wie kan ons beter helpen dan wat? Blank betekent leeg of niets en is dus geen kleur. De blanke huidskleur is toch zo wat rozig? Gelijk een varkentje. Zeg beter wit in plaats van blank. Wit is net als bruin of zwart een huidskleur. Wit is een heel zeldzame huidskleur. Albinisme komt voor bij 1 op de 20.000 mensen. Dat zijn witte mensen. 255 RGB all the way. En dat doet mij eraan denken. Ik kan dit testen. Zie je wel dat ik niet wit ben? Wit in het Latijn is albus. En ik ben geen Albaan. Wilt je weten wat het Latijn voor zwart is? Ik denk niet dat het gaat over zwart en wit. Het gaat over het bestrijden van racisme. Dat is ook waar. Je hebt gelijk en ik wil door naar het volgende onderwerp. Dus heeft hier iemand nog iets aan toe te voegen? Ik wou zeggen dat zwarte geen systeem nog macht hebben om blanke te onderdrukken. Sorry, witte mensen te onderdrukken. Dus een zwarte kan nooit racist zijn. Wow. Hey Sandrine, volgens mij ben jij een racist. Racisme is dus het probleem. Wat is dan de oplossing? Het is terug beeldenstorm, kinderen. En dat is niet altijd geheel onterecht. Beelden van Leopold II worden de laatste weken wel vaker beschadigd. Zoals ik reeds zei, die mens was een klootzak. Een symbool voor zijn schrikbewind zijn de vele afgehakte handen. En nu ik erover denk, alle Saxen-Coburgers zijn racisten. Want in bijna 200 jaar België hebben we nooit een zwarte koning gehad. Stambeelden van die incestueuze bosmongolen mogen weg, maar
richt uw haat nauwkeurig en schiet niet in het wilde weg. In Londen is dan weer een standbeeld beschadigd. Een monument ter ere van voormalig premier Churchill, beklad met de woorden: hij was een racist. Was Churchill een racist? Dat kunt je beweren, maar niet bewijzen. Was hij een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen het nazisme? Fuck ja, ben de nazi's. Is dit iconoclasme eigenlijk voor iemand goed? For the ancestors and the people whose lives have been affected by slavery, this is a victory today. Wereldoorlog 2 is iets recenter in het geheugen dan de slavenhandel waar uw voorvaderen mee te maken hadden. En dit is allerminst een overwinning voor het kunstminnend televisiepubliek. Er worden ook films en tv-reeksen weggehaald. Hopelijk heb je Fawlty Towers DVD-box al, want ironisch genoeg lag deze aflevering onder vuur. In de bewuste aflevering begroet hotel-eigenaar Basil Fawlty Duitse gasten met onder meer een imitatie van Adolf Hitler. De Hitler-referentie is dik oké voor de PC-nazi's. Zijn standbeelden mogen blijven staan. Ze vielen over dit personage. She kept referring to the Indians as niggers. Als deze nieuwe nazi's beslissen dat wij niet meer mogen lachen bij conservatieve oude menskes, dan vat het volgende fragment mijn gevoelens goed samen. Oh, what the bloody war anyway? Dit is Damnatio Memoriam. En daar is niet iedereen voor te vinden. Naar eigen zeggen komen de activisten de standbeelden beschermen tegen antiracisme betogers. Dan creëert je twee kampen die allebei heilig overtuigd zijn van hun gelijk. Enerzijds is er dit geweld. En anderzijds is er deze geweldige uitspraak. Het racisme die mijn ouders, die ik en de generatie na mij meemaakt. Jij kunt de toekomst niet voorspellen. Je kunt enkel deels zelf bepalen hoe die er zal uitzien. En ik bepaal dat ik mensen niet ga beoordelen op de kleur van hun huid, maar wel op de domheid van hun uitspraken. Het is gewoon omdat de doos van Pandora zo hard gevoeld is binnen de zwarte gemeenschap. Zolang die doos niet open is, mocht jij eraan voelen. Iconoclasme is in sommige gevallen wenselijk, gelijk destalinisatie. Maar zelfs van Stalin kun je nog standbeelden vinden. Ik geef toe, Leopold II heeft misschien wat te veel standbeelden, maar die standbeelden zijn veelal zwart. En wat doet je dan met onze belangrijkste koning, Pieter de Koning? Die mens leefde 700 jaar geleden, dus echt diversiteit op omarmend zal hij waarschijnlijk niet geweest zijn. En hoe zit het met de hofnar? Want Farah nam ook deze nationale held onder vuur. Er is een strip bijvoorbeeld, waarvan de titel Een knap zwartje is ook niet min. Is ook niet mis. Mis, sorry, ja. Ja, wat, Farah? Kun je niet lezen misschien? Zo, de 44ste strip, ik weet niet welke periode dat was. 1994, Trut wedde dat ze de strip niet eens heeft gelezen. Gelukkig was Urbain wel in vorm. Hij lanceerde de ene boutade na de ander, zoals zijn antwoord op de vraag: moet de koning zich verontschuldigen voor het koloniaal verleden? Als dat moet, ja, dan moet Rocco Granata en Matteo Simoni zich ook maar excuseren voor de Romeinen. Ondanks de VRT wees hij de kijkers er ook op dat Vlamingen eigenlijk niets te maken hebben met heel het Congo-verhaal. Vlamingen krijgen ook het verwijt racistisch te zijn. Ja, maar dat klopt toch niet? Als het gaat over de Noord en collaboratie, er zal wel meer collaboratie in Vlaanderen geweest zijn dan in Wallonië. Maar ja, dat is altijd Vlaanderen. Tak. Maar nu met die kolonisatie denk ik dat meer Franstaligen daar gaan grijzen. Nu wordt dat verschil niet gemaakt. Maar de racisten zitten eigenlijk ook niet in Wallonië. De gedachte dat landen in West-Europa de meest racistische landen ter wereld zijn, dat is gewoon onzin. Uh-huh. En het antwoord op racisme is feitelijk heel simpel. Ik vind dat wij constant met dat soort grappen moeten geconfronteerd worden. Met humor. En gelukkig is Fawlty Towers toch weer online gezet. En ondertussen heeft de koning zijn spijt betuigd. Oei, mijn tijd zit er bijna op en ik wil nog over de echte problematiek spreken. Goedele. Was vandaag weer een droge en ook een heel warme dag. Niet met mij, wachters. Ik heb de beelden wel gezien. Deze straffe beelden zijn gemaakt in de Kennedy-tunnel. Droogte wordt altijd gevolgd door regen. Zie je wel? Heel wat straten staan blank. Bedoelde niet wit. Sorry. Ik kon het
niet laten. En nu we het toch over water hebben, er is goed nieuws. Gelukkig openen woensdag de zwembaden. Ondanks het coronagevaar mogen we terug gaan zwemmen. Maar is dat wel veilig? Je gaat eerder ziek worden van de slok chloor die je binnenkrijgt. Maar chloor is geen chloroquine. En ik wil niet ziek worden. Alhoewel, de problemen bij de zorgsector zijn opgelost. Ziekenhuispersoneel krijgt binnenkort wellicht een premie van €300. Of toch voor een deel. Het personeel in de woonzorgcentra zal geen beroep kunnen doen op de zorgpremie. Het is een typisch Belgisch probleem. De zogenaamde zorgpremie is een federale beslissing. Maar woonzorgcentra zijn een Vlaamse bevoegdheid. In plaats van eenmalig €300 krijgen ze wekelijks nul. De sector zal zich hiermee absoluut niet tevreden stellen. Dat kan ik geloven. Hadden we nu maar een regering die deze staat kan hervormen. Op een echte nieuwe regering is het ruim een jaar na de verkiezingen nog altijd wachten. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen dankzij dit drietal. De voorzitters van CD&V, Open VLD en MR. Boucher, Koens en Lagarde zijn de voorzitters van respectievelijk de vierde, zesde en zevende partij van het land. Die verliezers willen toch aan de macht blijven met de hulp van N-VA, SPA en het Franstalige CDH. Deze uiterst nipte meerderheid is een klucht. N-VA met SPA en plots doet CDH terug mee. Ons lot ligt nu in de handen van een protesterende waaghals. N-VA-voorzitter Bart de Wever. En een adolescent die van toeten nog blazen weet. Maar wij weten niet goed op wat moeten we nu juist ja of nee zeggen. Ik denk niet dat dit gaat lukken. En al zeker niet met het fatalisme van de tjeefkes. Joachim Koens heeft er vandaag mee gedreigd om te stoppen met zijn poging om de regeringsonderhandelingen uit het slop te halen. We hebben nog zonder regering gezeten. Zo erg is dat niet. Ik heb nog veel erger nieuws over ons belangrijkste exportproduct. Matthias Schoenaerts. Deze steracteur zat voorbij een maand vast. In de gevangenis. Omdat hij graffiti op de muren had gespoten. Op een consensueuze en inspiratievolle manier. Geen paniek. Schoenaerts zit niet echt in het gevangen. Hij heeft toestemming gekregen om op de muren te kladden. Maar jammer genoeg heeft niemand hem gewaarschuwd dat die spuitbussen vol giftige gassen zitten die overduidelijk een neurodegeneratief effect hebben. We hebben de doodstraf afgeschaft, maar levend dood zijn is nog erger. Dus draag een mondmasker als je taaks wilt spuiten. Je wilt zo niet klinken. Als het waar is dat God God is en waar dat de mens mens is, hebben we nog hoop dat God als mens nog onder de mensen is en iedere dag weer mensen goden worden. Ha. Dat is een doordenker. Dat is geen doordenker. Als je tisch verbergt tijdens een orgasme, dan loopt het uit de hand. Dat is een doordenker. En uw kunst trekt feitelijk op niets. Ik ben er niet zo fan van, maar... Je doet mij denken aan een andere acteur. Even zot, zijn naam ontglipt mij. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Winkels zijn fascisten, stenen zijn liberaal. 2. Racisme bestaat voornamelijk in de meme van de rijerstaan. 3. Shaya Schoenaerts. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit venijnig showke. Like of dislike doen eigenlijk hetzelfde. Als deze video u geschoffeerd heeft, is het op het vlaggige dat je moet klikken. Desalniettemin zie ik u graag na de zomer terug. En ik laat u nog met dit. Wij houden binnenkort een benefiet voor Black Lives Matter. De opbrengst gaat integraal naar Dominique Lotus. Bent u ooit tegengehouden door de politie zonder dat daar een duidelijke reden voor was? Ils ne font pas d'une façon préméditée. J'ai jamais été contrôlé. Het is superbelangrijk dat er cijfers komen over het misprofileren zodanig dat dat aangepakt kan worden.